Het is altijd leuk als ze dan zeggen van, als er geen vragen meer zijn vanuit de dames, gaat die over naar de heren. Dat mensen denken, nou als dat, dan heb ik nog wel een vraag. Dat laten we toch niet gebeuren. Hè? Kijk. Ik heb geleerd dat de islam een collectieve religie is. Nu is me opgevallen dat de politiek in Nederland meer rechts begint te worden. Hoe kunnen wij als moslims onze islamitische waardes gaan beschermen? Moeten wij meer met de rechtse partijen meegaan? Of raad u aan om meer met de linkse partijen mee te doen? Ja, oké, okay, goed. Nou, zet de livestream maar uit. Ja. Dan moet ik de vraag herhalen. Allereerst, we hebben vanavond een kleine trofee meegenomen voor degene die de sterkste understatement zou maken. En deze broeder heeft hem gewonnen. De broeder zei, ik heb begrepen dat de islam een collectieve religie is. En hij zei, ja, de politiek gaat een beetje naar rechts. Ja. Wat moeten we nu doen om onze religie meer te verdedigen? Moeten we meer mee gaan doen met de rechtse partijen of meer met de linkse partijen? Ja. Allereerst, islam is inderdaad een collectivistische religie, geen individualistische religie. Ja? En dit is echt, dit is, broeder, hey, zou je daar de topic van kunnen maken voor één van de volgende lezingen bij jullie? Het verschil tussen een collectivistische en een individualistische religie. Want het punt wat de broeder aanhaalt is mega belangrijk. Kijk, dus daar heb je helemaal gelijk in. We zijn een collectivistische religie, ja? Dus dat betekent ook, en de grap is, heel veel niet-moslims die vinden dit ook heel vreemd. Hè? Dus dan, je krijgt letterlijk de vraag, waarom leef je zo mee met de Palestijnen? Weet je wel? Je snapt het niet. Dat is... sterker nog, mijn uitleg gaat nog een tandje verder. Ik zeg, het feit dat de profeet Sallam heeft gezegd dat wij één lichaam zijn, dat betekent niet dat wij nu moeten meeleven met de Palestijnen. Dat betekent het niet. Dat betekent niet dat wij nu moeten denken over het leed dat hun wordt aangedaan. Dat betekent het niet. Het betekent dat wat hun wordt aangedaan, wordt jou aangedaan. Dus het is niet hun leed waar wij mee meeleven. Het is ons leed. Het is ons leed. Als er iemand schiet op een Palestijn, schiet hij op ons. En als in onze politiek mensen zeggen dat dat mag, dat betekent het dat ze vinden dat het oké is, dat het bij ons gebeurt. Ja? Als iemand zegt, je mag schieten op Palestijnen, dat betekent dat hij zegt, je mag schieten op jou, je mag schieten op jou, je mag schieten op jou. Dat is wat het betekent. Wij zijn één lichaam. Ja? Dan is jouw vraag, oké, de politiek schuift op naar rechts. Dat is een understatement. We zitten in een waanzinnige, extreme rechtse verschuiving. Ja? Die waanzinnig veel chaos in zich draagt. Jouw vraag is, wat kunnen we dan beter doen? Wat ik wel belangrijk vind om hierbij aan te merken, is dat wat ik nu ga vertellen, is een persoonlijke opinie. Want we hebben geen theologie die aangeeft of het links of rechts is. Dus wat ik nu ga vertellen is mijn persoonlijke opinie. Mijn persoonlijke opinie is dat wij als moslims in Nederland eigenlijk een soort politiek verweest zijn. En dat komt omdat op het moment dat je de islam heel strikt wilt gaan praktiseren, dan zit je qua kijk op je gezin en op de samenleving, ligt dan heel dicht tegen rechtsconservatieven. Alleen rechtsconservatieven in Nederland, die zijn bijna allemaal tegen de islam. Dus dan eindigen we bij links. Maar ja, ik weet niet hoeveel vlaggen jij thuis hebt, maar dan krijg je er nog een paar bij. Ja? En dan denk je, ik weet niet wat ik daarmee moet. Ja? Dus iemand zei een keertje tegen mij, rechts wil ons weg en links wil ons kapot. Ja? Dus dat is ingewikkeld. Dus dan kom je uiteindelijk op de vraag van, moeten we nu onze eigen partijen gaan oprichten? Of moeten we rollen gaan spelen in bestaande politieke partijen? Ja? De grap is dat dit het meeste wordt besproken onder mensen die, ongeacht wat ik daarnaast antwoord geef, dat uiteindelijk zelf helemaal niet gaan doen. Omdat de meeste van ons helemaal niet in de politiek zitten. Ik ook niet. Iemand zei een keertje tegen mij van, Noordin, jij moet in de Tweede Kamer. Ik zeg, joh, heb je dat wel eens gezien? Ik zeg, vind je dat ik daarbij hoor?
Ja? Zijn dat de mensen waarvan je zegt, van, nou, daar hoort Noordin bij? Ik zeg, die dag heb ik al wat. Ja? Wat ik heel belangrijk vind, is dat we niet onze ogen sluiten voor de realiteit die de politiek heeft als invloed op ons leven, want die heeft die. Kijk naar het burka-verbod. Ja? Dat is een intrinsiek onrechtvaardig en slecht verbod. Ja? Ongeacht wat je verder van de burka vindt. Ik geef nooit lezingen over de burka verder, want ik ben daar geen voorstander van. Maar dat betekent niet dat die wetgeving is intrinsiek slecht. Ja? Dat is onacceptabel. En er worden gewoon dames in onze umma worden verboden zich te kleden op de manier zoals hun interpretatie is dat ze zouden moeten kleden. Dat kunnen we niet toestaan. Dus de politiek heeft feitelijk invloed op het praktiseren van moslims. Dus daar moeten we de ogen niet voor sluiten. We moeten kijken naar de mensen die daar nu een constructieve rol in spelen. En we moeten proberen om de mensen die hier een constructieve rol in spelen zoveel mogelijk te helpen. En als we iets zien waar we het niet mee eens zijn, moeten we het gewoon individueel aan ze doorgeven en ze verder niet voor de voeten lopen. Want wat we nu heel vaak zien is dat de mensen die die taken op zich nemen, hun grootste tegenstander zijn vaak de moslims zelf. En dat schiet al helemaal niet op. Daarnaast denk ik dat wat heel erg belangrijk is, is dat we een effectieve lobby moeten gaan hebben ten opzichte van de politiek. En dat zal je moeten doen naar elke partij en bij elke partij anders. Dus je zal bij elke politieke partij waar je belangenbehartiging wil doen, moeten kijken. Dus dan zal je dat partijprogramma van die hele partij moeten lezen en kijken waar kan ik met hun in gesprek gaan over mijn belangen. En dat zullen we bij iedere partij moeten doen. Ik heb gesproken met mensen die in politieke partijen actief zijn geweest, die betrokken zijn geweest bij bijvoorbeeld debatten over rituele slacht. En die zeiden gewoon, dat is zo bizar. Hij zegt, als je een wetgeving, als je met een voorstel komt wat de christelijke gemeenschap raakt, dan de dag daarna staat je hele kantoor vol met christenen. Als je iets zegt wat de Joodse gemeenschap raakt, de dag daarna staat je hele kantoor vol met Joodse mensen. Als je iets zegt wat de islamitische gemeenschap raakt, gebeurt er niks. Ja? Een van de redenen dat die gasten ons zo hard nu pakken, is omdat wij een heel slecht en bijna in absent schild hebben. Dus we moeten meer doen op het gebied van belangenbehartiging om onze positie te verdedigen. Maar dat is, maar belangenbehartiging gaat over organisaties die zich verhouden tot de politiek en niet per se in de politiek actief zijn. En als je belangenbehartiging gaat doen, doe je dat naar alle politieke partijen die er zijn. Ja. En als je ziet dat iemand hiermee bezig is en je bent het een keer op een detail niet ermee eens, hou je mond. Dat zeg ik tegen iedereen. Ja. Omdat er zijn zoveel initiatieven in onze umma. En even voor de duidelijkheid, dit is niet doempraat, hè. Ik ben nu 14 jaar moslim en in die 14 jaar wat ik heb mogen meemaken binnen de umma aan ontwikkeling binnen deze gemeenschap is waanzinnig. Is echt, we gaan als een trein. Ik ben zo trots dat ik onderdeel mag zijn van deze geweldige groep mensen. Ja? Maar als ik een paar puntjes mag noemen die beter kunnen, er zijn zoveel initiatieven die al wel succes hadden kunnen hebben als we niet elkaar hadden bestreden omdat we nooit op details met elkaar oneens zijn. En heel vaak hoor ik mensen zeggen, we moeten meer eenheid hebben. Nou, dat, als je dat dan zegt, dat is zo'n containerbegrip, dat vinden we allemaal. Dan vraag ik, wat bedoel je daarmee? En dan bedoelen ze, ja, we hebben allemaal discussies onderling. En joh, waarom kunnen we niet gewoon overal hetzelfde standpunt over hebben? En dan haak ik af. Ja? Iedereen van jullie die hoopt dat we ooit eenheid gaan bereiken doordat we overal hetzelfde over gaan denken, never gonna happen. Ja? Skip it. Vergeet het maar. Ja? Wat wij moeten doen is zorgen dat we meer eenheid vormen. Doordat we snappen hoe we om moeten gaan met onze onderlinge verschillen. In plaats van dat we denken dat de eenheid komt doordat onze onderlinge verschillen wegvallen. We moeten snappen hoe we om moeten gaan met onze onderlinge verschillen. En als je een initiatief ziet van een moslim die net niet helemaal op jou lijkt, steun het. En als je het nou echt zo erg vindt dat je het niet kan steunen, hou dan gewoon je mond. Ja? Maar die oppositie, echt waar, als we kijken naar de initiatieven die het niet hebben gehaald, de laatste jaren zijn de initiatieven waarbij de oppositie vanuit onszelf groter was dan vanuit de PVV. Geert Wilders zit gewoon popcorn te eten en op Facebook mee te lezen hoe wij elkaar de hersens inslaan. Ja? Dat is niet intelligent. Dat is niet strategisch. En dat moeten we wel zijn. Dus dat wou ik als laatste puntje nog even erbij doen.
Eigenlijk wilde ik het onderwerp niet aansnijden. Ik heb er lang over nagedacht. Prima, doen we het niet. Toch, ja. Ik denk dat ik niet de enige ben. Want elk jaar, of niet elk jaar, bijna elk jaar rond maart, door heel veel mensen door moest ik uitgemaakt. Als moest ik uitgemaakt. En als kaartje en als ongelovige. Het verbaast me dat ik er geen reacties nu over zie. Maar hoe moet ons antwoord tegenover deze mensen, hoe zou dat moeten zijn? Hoe kunnen we tegen deze mensen ons standpunt goed onderbouwen? En even voor de duidelijkheid, want zeg nou eens gewoon waar je het over hebt. Nou, met überhaupt dat verkiezingen shit zouden zijn. Stemmen. Oh, vanwege stemmen? Ja. Ja, nee, oké, ja, ik snap het punt. Ja. Nee, maar we hebben een paar discussies in onze Uma waarbij mensen elkaar zo... Kijk, heel eerlijk, tegen mensen die je daarvoor uitmaken, dan moet je gewoon zeggen, Gerrit Schala, klaar. Ja, dat doe ik. Gewoon Gerrit Schala blokken, klaar. Heeft geen zin. Dat is hoe ik het doe, maar ik bedoel meer om ook onze stemmen te onderbouwen. Ja, ik snap je. Ik kan niet nu in de Q&A even heel snel de theologische onderbouwing over stemmen, volledig doen. Wat je nu wel ziet, is dat de laatste jaren, en dit is ook zo'n punt waarvan ik zie dat er een enorme verschuiving is dat hierin zijn de afgelopen jaren, zijn we echt enorm veel verschoven. En je houdt een groep mensen die dat heel hard roept, dat is wel een steeds kleiner, de woorden die jij in je hoofd krijgt, dat is een kleiner wordende groep die het alleen steeds harder roept, maar die groep wordt steeds kleiner. En de groep die daadwerkelijk actief deelneemt, wordt steeds groter. En verder alles wat ik net zei. Ja. Als je het niet eens bent met iemand, moet je gewoon adviseer iemand privé of hou gewoon je mond. Ja. Maar that's it.